Hoi, goedemorgen. Ik moet nog eventjes mijn haar doen, want het is nog echt goedemorgen Nederland. Ik ga vandaag samen met mijn oma naar het museum. Ik weet zelf niet meer welk museum, maar ik ga het allemaal ondervinden. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Vandaag heb ik het geurtje Crazy Glamour op en die gaat meteen mee in de tas. Wat ik vandaag aan heb is echt puur comfy, want ik heb gisteren gewoon de hele dag gewerkt. En ik ga nu de hele dag weer lopen, dus ik wil gewoon lekker comfortabel zijn. Dus ik heb dit jurkje aan, dat zegt hashtag outfit of the day. Deze is van Boohoo. Heb ik gewoon een simpel zwart vestje eroverheen van H&M. En ik heb gewoon een zwarte panty van de Primark eronder. En dan doe ik nog eventjes mijn simpele zwarte sneakers erbij en ik ben klaar. Dus dat is mijn simpele maar comfortabele outfit voor vandaag. Niks beter dan Family Guy in de ochtend. Ik weet niet waarom, maar ik vind het altijd zo nutteloos en dat is gewoon heerlijk. Want ik vind persoonlijk Family Guy leuk en het gaat echt helemaal nergens over. Dus als je 's ochtends nog moe bent en je kijkt Family Guy, dan hoef je nergens over na te denken. En dan kun je gewoon je verstand op nul zetten, zeg maar. Het slaan mijn jaren over. Kan ook. Ik zei dat ik met jou zou gaan. Zij ging op vakantie met een zus. Schoonzus, geloof ik. Ja, is het druk? Dus we moeten straks weer helemaal terug. Jee. Maar het is wel mooi. Het is wel mooi zo. Mooi hè. Ziet dit voor mij een heel klein stukje? Ja. Ik heb al los eraf lopen houden. Oh ja. Niks op en hoefde niks af te halen nog. Ja. Dat is makkelijk hoor. Wij moeten die kant op ja. Er zijn geen contanten hier aan de balie, alleen in het café. Ik weet niet eens of je hier mag filmen, maar ze zei ook niks over filmen. Lekker? Heerlijk, Noël. Mooi. Je gaat er ook gewoon tussen staan. Een bonnetje, een broodje gezond of zo. Goedemiddag dames en heren, we zijn onderweg in de richting van Amsterdam Amstel. En we maken een extra stop op station Duivendrecht. Zo, ik ben weer terug thuis en ik had één dingetje gekocht. Van de First 21, zoals jullie al wel hadden gezien. En het was dit shirtje. Heel simpel, maar ik weet dat ik dit sowieso veel ga dragen. Met een schattig kraagje en voor de rest gewoon simpel streepjes.
En hij is iets korter, maar hij is niet cropped. Dus ik weet niet, ik vond hem wel lief. En ik had zoiets, dit draag ik tenminste. En ja, en deze was 16 euro. Niet heel goedkoop, maar hij voelt wel lekker dik. Ik denk dat ik hier plezier aan ga beleven. Het was echt ontzettend leuk met oma. Ik was bij het IJ geweest. Zo heet dat water? Nee, wel. Ik ken Amsterdam niet. Sorry als ik het verkeerd heb. Maar ik ben gewoon echt niet goed in al die plaatsen onthouden. Maar ik was in ieder geval bij heel mooi water. En daar heb ik ook best wel wat van gefilmd op zo'n pont. En dat was er nog nooit geweest. En dat vond ik heel erg mooi. Maar ik ben nu echt ontzettend dood. Want ik heb gewoon deze week superveel gewerkt. Ik heb het eigenlijk hier nog nooit over gehad. Maar ik werk niet meer bij een callcenter. En dat komt omdat ik het niet meer wilde. Ik heb geheimhoudingsplicht getekend. Wat echt nergens op slaat. Maar ik mag er dus niet heel veel over zeggen. Maar ik kan, iedereen weet wat een callcenter is. Je belt mensen. En hoe ga ik dit zeggen zonder dat ik regels overtreed. Ik had het daar zo ten eerste niet naar mijn zin. En ik kwam thuis met een geweten van hier tot Tokio. En nu heb ik dus een superleuke baan bij een winkel. En ik ben cashière en ik vul gewoon de winkel bij. En dat is hartstikke leuk. Ik heb leuke collega's. Ik verdien een stuk minder. Maar ik heb het naar mijn zin. En ik help mensen in plaats van mensen te irriteren. En de tijd gaat gewoon veel sneller. Dus ik ben ontzettend blij. En meer ga ik er ook niet over zeggen. Want ik mag er gewoon ook meer niet over zeggen. Maar ik mag gewoon natuurlijk wel zeggen dat ik het nu veel beter heb bij een andere baan. En dat ik me daar fijn bij voel. Dus dat. Verder loop ik heel erg voor in mijn video's. En eerst vond ik dat heel erg fijn. Maar nu irriteert het me vooral. Want 27 september was ik jarig. Deze video komt waarschijnlijk ook veel later erop. Maar dat was voor mij op dit moment afgelopen weekend. En die video zal waarschijnlijk pas over 3-4 weken online gaan. En het irriteert me nu op dit moment gewoon. Want over een paar dagen ga ik al naar Londen. Wanneer jullie dit kijken, zeg maar, ben ik er waarschijnlijk al of ben ik er al geweest? Maar ik weet niet. Ik denk dat ik even wat meer video's online ga knallen. Dus misschien soms om de dag of gewoon dat ik even wat video's kwijt ben. Maar ik ga nu eventjes plassen en ik ga hier zo gewoon de vlog eindigen. Ik hoop dat het genoeg beeldmateriaal was. Zo niet, sorry. Maar vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, dat is hier beneden. Is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En blijf gewoon op de hoogte wat ik hier zo dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!